7 punten staat Jong AZ voor op de naaste concurrentie. En nog 2 wedstrijden te gaan tot aan de winterstop is Jong AZ dus herfstmeister. Gratuleren. Ja, fijne dank. Haar kan er wel om lachen, want hij weet net als zijn spelers dat de titel herfstmeister niet zoveel voorstelt. Dat is nog niks eigenlijk. We willen natuurlijk kampioen zijn aan het einde van de rit. Dat is het mooiste natuurlijk. Mede dankzij een assist van Stengs won Jong AZ afgelopen weekend met 2-0 van FC Lienden. Dat brak eigenlijk de wedstrijd open en toen vielen er allemaal gaten en toen maakte het nog de 2-0. Ja, wees geluk met Jeremy, maar die telt ook. Samen met de hier scorende Jeremy Helmer traint Stengs mee met de eerste selectie van AZ. Kampioen worden van de tweede divisie is natuurlijk belangrijk, maar het uiteindelijke doel is spelen worden van AZ1. Tuurlijk wil ik in AZ1 spelen, het liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Maar ja, op dit moment doe ik het gewoon bij Jong AZ in de wedstrijden. En train ik gewoon met het eerste. Op dit moment vind ik dat goed, maar ik wil natuurlijk gewoon spelen bij het eerste natuurlijk. Terwijl Stengs droomt van AZ1 en er tegenaan zit, trainen de meeste ploeggenoten het veld verderop onder leiding van Martin Haar. Je speelt in, blijf ik staan, nee, uit de rug. Speel, beweeg door, vul elkaars plaats in. Dan kom je tot het hoge niveau. Daarom staan we bovenaan. Als het niet goed gaat, moet je ze juist heel veel vertrouwen geven. En als het heel goed gaat, moet je er bovenop blijven zitten. Steeds sterker worden, fit blijven, scherp blijven. Nou, dan moeten we nog 3 weken volhouden en dan mogen ze aan de oliebollen. Om te vieren dat ze herfstmeister zijn. Ja, en vielleicht bekommen wir nog champagne of iets dazu. Dat zou zomaar kunnen, Martin. Maar bewaar nog wat flesjes voor aan het einde van het seizoen.